Zou jij nou als Dolberg zijnde niet tegen het bestuur zeggen, joh, geef hem nog één kans? Die jongen met het horloge die gestolen heeft. Weet je, het is... Ja, 70.000 euro horloge. Het is zo dom, maar... Het is een van de grootste talenten van Frankrijk, hè? Ja. Dan denk ik, geef dat ventje nog een kans, joh. Weet je, die domme actie, je moet geen horloge stelen. Maar er wordt zat gestolen, hoor, in die kleedkamers. Bij mij is ook wel eens een breitlingetje weggehaald uit mijn achterzak. Ja, in je tijd dat je toen nog voetbalde, ja? Bij Sparta, ja. Ik had hem een week weg. Ja, wat moet je ermee? Ja, dat zou wel iemand... Maar je hebt bij Sparta al een breiteling? Ja, nee, ik weet niet. Toen maar... ik terugkwam. Oh, toen je terugkwam. Oh, oké. Okay. Ja. Maar ook weg. Ja. Maar ja, het gebeurt, weet je wel. Maar dan denk ik, kom, weet je, geef dat mannetje nog een kansje, joh. Ja. Weet je. Kom op. En laat het horloge ook houden, 70.000 euro. Hij zegt tegen me, joh, ik had er toch niet zoveel behoefte meer aan, dat horlogetje. Nee. Hou hem lekker. Is het niet vreemd, ja, ik ben niet een horlogefreak, maar is het niet vreemd dat iemand een horloge van 70.000 euro... Nou, op zich is dat niet vreemd, maar doe dan wel gewoon een normale horloge aan als je naar de club gaat, denk ik dan. Of niet? Ja. Jongens. We hebben een app!